bij de benzinepomp aan de snelweg bij Grauw. Beuke Ma hielden we vorige week in het programma met haar nieuwe clip. Het blijkt dat deze clip op YouTube alleen nog een man tussen de 35 en 50 jaar besjoen wordt. Maar Beuke Ma, hoe ben je hem eigenlijk ontstien? Nou, eigenlijk uit de pep dan. Het was een mooie zomerdag in 1726. Nou ja, het is heel lang geleden, zeg maar zo. Ja. We hadden vroeger een bandje, dat is begonnen in 84. November 84. Dat bandje heette de Peptones. Ja. We hebben in de loop van de jaren zoveel nummertjes verzameld, waar we ook met speelden. Ja. Dat we dachten van, nou, met het maar eens op een cd. Nou ja, toen hebben we de jongens erbij gevraagd. En het is een hartstikke leuke cd. Dat het vastleidt. Ja. De cd die de man maakt hebben we heet Max Patat. Hij is helemaal in het Leeuwarders. Waarom eigenlijk? Nou, voor mij is Leeuwarders dus echt de taal van de straat, van de kinders die met elkaar speelden. Tenminste, ik woon in de Zeeheldenbuurt. En dat was gewoon, daar hoorde ze niet bij als niet Leeuwarders praat. Dus dat was heel gauw Leeuwarders leren, want wij praten natuurlijk gewoon Nederlands tegen elkaar. Maar dan op een gegeven moment, dan droomst erin, dan denkst erin, dus dan is die taal, dat is belangrijk voor die. Dat zingst er ook in. En dat zingst er ook in, precies. En wat ik jammer vind is dat heel vaak is, nou, Leeuwarders, nou, dat werd vaak nou, een beetje voor de gein, een beetje grappige liedjes, een beetje flauwe liedjes. En wat ik wel leuk vind is dat er ook ruimte is voor lyriek, voor mooie teksten die goed lopen, voor leuke onderwerpen, voor nou, dat het echt serieus een serieus dialect is. Op de weg, onderweg. Nou ja, daar zit wel wat in voor zelfs. Jos Hollander, Ed Lippenaat, Lus, Pieter Wilkers hebben allemaal de gag met Leeuwarden. Op YouTube werd de clip dus alleen nog besjoen terug mooier tussen de 35 en 50 hier. Misschien wist het zelf al. Op een gegeven moment kreeg ik in de gaten dat je dus de statistieken bekijken kon. Dus wanneer wordt het, waar zitten de pieken, wie bekijkt het, hoe komen ze aan informatie dat het op YouTube staat. Dus je kunt het allemaal zien, dus, man, het staat er allemaal gewoon op. Je kunt ook zien demografische gegevens. Dat ze kieken in Spanje. Drie dagen geleden, ja, in Spanje hebben we bekeken. Spanje kieken zo. Maar drie dagen geleden hadden we nog 13% van alle kijkers was vrouwelijk. En de rest was mannen. Vanmorgen was 23%, dus het gaat de goede kant op. Misschien is Beukema wel gewoon heel mannelijk. Maar eens even in de stad, Sjen, wat de vrouwen ervan vinden. Op de weg, onderweg, kan maar niks gebeuren. En de dag komt voorbij, in te gekke kleuren. Ik vind het leuk, ik vind het swingend. Het klinkt goed, zelfs live. Is het voor onze clip? Ja, voor jullie clip? Ja. Nou, dat vind ik wel cool. En, jij bent een clip. Dus. Ik ben een clip. En dus, ik zal jullie wel op gaan zoeken op YouTube. Wat leuk. Ja, dat toch? Dat kloppen die statistieken dus eigenlijk niet. Of, nee. Of zeg maar, de mensen in jouw groep, demografische groep, die weten helemaal niet dat het bestaat. Nee. Ja, maar jullie moeten thuis zorgen dat jullie op Oerol gaan spelen of zo. Ja, dat is een goeie. Dat zou leuk zijn. Thuis in contact. Ja, Oerol is ook wel iets voor vrouwen, hè? Oerol is zeker iets voor vrouwen. Jonge vrouwen. leuke mensen. Goed, man. Weer en binnen, zieltjes winnen. Ik voel me een soort missionaris. En ook al trap ik op de grenzen, kevelijen. Ik lach mijn eigen leven tegemoet. Wonen jullie in Leeuwarden? Vlakbij Leeuwarden. Oké. Heb je wat met Stadsfries, met het dialect, met het Leeuwarders? Nou, ik wel. Hij niet zozeer. Niet zozeer? Nee. Van geboorte niet hier uit de buurt? Hij komt als ik spieren, maar ik kom oorspronkelijk uit Vraneke. Ik heb het wel een beetje verstaan, niet? Ja, een beetje. Stadsfries. Nou ja, ken jij de band Beukema? Nee, nog nooit van gehoord. Oh. Dat zijn jullie, neem ik aan. Dat zijn wij, ja. Max Patat, patat van Max Patat. Wow, 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 Max Patat. Dat van Max Patat. Wow, wow, wow. Nou, wat vond je er zo van? Ik vond het heel leuk klinken, Dat ging over een patatkraam die vroeger in de stad stond. Het gaat allemaal over dingen uit de stad en zo. Ja. En die werd er echt Max Patat genoemd. Dus je vindt het leuk? Ik vind het heel leuk. Nou, ik ga hem zeker beluisteren. Het is de titelsong. Ja. Wer een dame enthousiast van Beukema. Van Simmer zullen de man nek optreden in Spanje. Ze nemen dan nek een clipcar camera mee en zullen in het Leeuwarders proberen hoe ver ze komen met die Spanjaarden. Dus bij tankstations en overal het Leeuwarders kijken hoe die Spanjaarden daarop reageren. Wat voor programma is dit? Clipcar Plus, daar wil ik helemaal niks mee te maken hebben. Niks mee te maken. Groot programma, ik moet weg ook. Oké? Wat is dat nou? En nou ophoepelen met je clipcar. Yeah.